In deze aflevering hebben we weer een nieuw koken met item. Hiervoor zijn we naar Frank de Groot geweest. We zijn op stagebezoek geweest bij Beauty College. Jolanda van der Hoofd komt ons vertellen wat vroegtijdig schoolverlaten inhoudt. Verder hebben wij nog een Nederlandse popacademie leerling die een nummer voor ons heeft gecomponeerd. We gaan nu beginnen met koken met. Dankjewel. Goedendag, ik ben Frank de Groot. Ik ben facilitair manager bij het ROC Midden-Nederland. En ik ga voor jullie koken vandaag. Een stukje witvis in parmaham uit de oven. En dat op een bedje van gekarameliseerde zuurkool. En dat weer op een klein beetje aardappelpuree. Zuurkool die kook ik het liefst met wat jeneverbessen in de witte wijn. Ondertussen ga ik eventjes de aardappelpuree maken. 150 gram. Voor de smaak een klein beetje nootmuskaat. En voor de smeuïgheid een klein klontje boter. Een heel klein beetje olie op de bodem, zodat hij niet vast komt te zitten. Goed, dan ga ik door met de parmaham in de witvis. Dat is 4, een klein beetje peper. Dan moeten we die netjes zien op te rollen, heel te houden en dan in de ovenschaal. Dan gaat dit de oven in, 10 minuutjes, 180 graden. Lekker. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Dan geef ik hierbij de pollepel door aan Hans Engbussen. Alsjeblieft. Een paar weken geleden zat ik met Jolanda van der Hoofd in de studio en heeft ze ons uitgelegd wat VSV inhoudt. Zij heeft een programma gestart om dit tegen te gaan en daar gaan we nu naar kijken. Het idee is dat voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk teruggedrongen moet worden. Dat is ook landelijk beleid. Daar zet het ministerie van Onderwijs heel erg op in. En dat hangt allemaal samen met de kwalificatieplicht voor leerlingen. En dat betekent op het mbo dat je een diploma op niveau 2 moet halen, minimaal. En als je dus voordat je de eindstreep bereikt stopt met de school en ook niet op een andere school verder gaat, dan word je geteld als een voortijdig schoolverlater. En dat heeft natuurlijk consequenties voor kansen die je later hebt op een goede baan. Ja, dus dat is echt om de leerlingen te helpen eigenlijk. En als we dan kijken naar, dus dat zijn leerlingen die stoppen voordat ze de eindstreep hebben gehaald. U heeft een project gestart om dit tegen te gaan. Wat is precies het plan van aanpak? Nou, ik moet eerst even zeggen dat ROC Midden-Nederland op verschillende gebieden al bezig is met VSV-beleid, zoals dat dan heet. En dat zijn vaak meer technische en administratieve processen om te zorgen dat de leerlingenadministratie klopt en dat de verzuimmeldingen kloppen en dat soort zaken. Maar dit project is specifiek bedoeld voor wat leerlingen en leraren in de klas al kunnen doen. Want daar begint het natuurlijk allemaal, goed onderwijs geven. En dit project is zowel voor de leerlingen als voor de docenten bedoeld. Docenten om te zorgen dat zij betere instrumenten in handen hebben om leerlingen te begeleiden. En voor leerlingen zijn de projecten om te zorgen dat het zit vooral op sociale en studievaardigheden.
dat ze daar extra begeleiding bij kunnen krijgen. Dus het is echt een veelzijdige onderneming? Het is een hele brede onderneming. Okay. Het loopt in 15 verschillende afdelingen door het hele ROC. En dat betekent ook dat er 15 verschillende uitwerkingen zijn. Maar wel altijd met die twee componenten, iets voor leerlingen en iets voor docenten. En als leerlingen dan er wel goed over hebben nagedacht en hebben besloten om met een opleiding te stoppen, worden ze dan verder geholpen naar een volgende toekomst? Ja, nou, dat zou kunnen betekenen als leerlingen ervoor kiezen om te stoppen dat ze op de verkeerde plek terechtgekomen zijn en daar achtergekomen zijn van nou, dit is niet de opleiding voor mij. En dan kunnen ze begeleid worden naar, als ze daar niet zelf toe in staat zijn, want heel veel leerlingen zijn er natuurlijk wel zelf toe in staat. Maar als ze daar niet toe in staat zijn, worden ze ook begeleid naar een andere opleiding binnen dit ROC of hierbuiten. Oké, en zijn het dan leerlingen die alleen stoppen met een opleiding omdat ze erachter zijn gekomen dat ze de verkeerde hebben genomen? Of spelen er ook nog andere dingen? We doen steeds onderzoek naar wat zijn nu de uitstroomredenen van deze VSV-leerlingen. En het blijkt dat de verkeerde keuze van opleiding staat op plek 2. Maar op de eerste plaats staat allerlei problemen die je kunt scharen onder privéproblemen, maar wel waar de school iets aan kan doen. En dat kan zijn dat leerlingen tijdelijk door problemen thuis bijvoorbeeld niet goed in staat zijn om de lessen te volgen. Dus op die manier wat extra begeleiding kunnen krijgen. Of leerlingen die geen stageplek op eigen kracht kunnen vinden. Of die niet weten hoe ze zich goed moeten gedragen op een stage. En daar wordt die begeleiding op gericht. Oké, dat klinkt als een goede onderneming. Ja. Ik wil u graag bedanken voor deze toelichting. It's not too late to let to keep her waiting. It's not the top girl you leave sitting in cold. First dating out too late is such a good impression. Ass, how could you let this happen? To tequila and one red wine, oh my. Your smile and your freckles drive me wild. 'Cause you're my teenage fantasy dream. You're who I think of when I'm I guess I hear it coming. But baby, I'm starved for you. I'll wait until the end of time till I make you mine. Wanna feel your body pressed up against mine. Be shy, we'll make this alright. To tequila and one red wine, oh my. Your smile and your freckles drive me wild. You're my teenage fantasy dream. You're who I think of when I'm sleeping. The date I woke up lying next to your face, thinking to myself what a lovely embrace. Want another pretty face, wanna wake up next to yours each day. To tequila and one red wine, oh my. Your smile and your freckles drive me wild. 'Cause you're my teenage fantasy dream. You're who I think of when I'm verder zijn we ook nog op stagebezoek geweest bij Laila Sher en Jolanda van Rode. Zij zit hier in Utrecht op het Beauty College. Twisted.
Ik ben Leila Scher, ik ben 18 jaar en ik doe de opleiding junior kapper op het Beauty College. Mijn opleiding is opgebouwd uit 2 jaar. Het eerste jaar hebben we 4 periodes. Je doet 2 dagen in de week stage lopen en 3 dagen in de week naar school. Waarvan 1 dag praktijk, waardoor je dus echt bezig bent met echte klanten en echt leert knippen. En het tweede jaar is eigenlijk dat je nog wat stapjes verder gaat. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat haar mijn ambitie is. Dat voor mij het leukste is wat ik eigenlijk kan doen. Ik vind het gewoon heel gaaf om mensen binnen te zien komen en weg te zien gaan met een totaal ander kapsel. Wat soms ook nog tot een positiever zelfbeeld kan leiden. Wat ik na de opleiding wil gaan doen is verder leren. Ik wil het derde jaar kapper er ook nog bij gaan doen. Dat is allround kapper. Daarna denk ik dat ik doorgaan met schoonheidsspecialisten. Dus hier op school is de visagie en noem maar op. Gewoon om het hele pakketje af te ronden. En daarna denk ik er toch wel aan om, om mijn eigen bedrijfje te gaan beginnen. Ik ben Jolande Verrode, ik ben 18 jaar en ik doe hier de opleiding schoonheidsspecialist op het ROC Midden-Nederland Utrecht. De opleiding bestaat uit het eerste en tweede jaar, dus dan heb je basisschoonheidsspecialist als niveau 3. Het eerste jaar, het is echt per jaar verschillend. Het ene jaar krijgt gelijk stage, gelijk vanaf oktober. Het andere jaar krijgt vanaf februari stage, dus dat is net echt als je op de opleiding komt, krijg je dat te horen. Het tweede jaar krijg je ook de lichaamsmassage. Deze opleiding niveau 4 schoonheidsspecialisten gaan doen. Dat kan ook hier op school. En als ik daarmee klaar ben, dan ben je allround schoonheidsspecialisten niveau 4. En daarna dan moet ik nog even kijken, misschien visagie, weet ik nog zo niet. Maar wel met dit vak wil ik wel bezig blijven. De sfeer hier op school is heel leuk. Ook de meiden onderling, dat zou je eigenlijk eerst niet verwachten. Maar het is heel leuk. Iedereen komt hier natuurlijk om serieus te zijn. Iedereen kiest een opleiding hier. Dus iedereen is ook leuk met elkaar. De sfeer is heel goed, ja. Om alles te doen op de opleiding vind ik niet, maar dat heeft iedereen. Er zijn altijd wel minpunten. Bijvoorbeeld massage vind ik weer wat minder leuk om te doen. Maar andere meiden uit mijn klas die vinden dat juist leuk om te doen, dus die gaan zich daar ook in specialiseren. En ik vind het juist leuk om te epileren, dus echt de mensen mooi maken. En sommige mensen vinden het juist leuk om mensen te laten ontspannen. Tot zover deze aflevering van het magazine. Heeft u nog een interessant weetje of een eventueel leuk item, dan kunt u het ons doormailen op het onderstaande e-mailadres. Ik zie u graag volgende keer.